U luistert naar Zorg en Radio, en we hebben een gesprek met mevrouw Christine Lietjens. En Christine, we hebben al een hele hoop over dementie gehoord, maar natuurlijk nog lang niet alles. Dat kan ook niet in dit korte stukje. Maar kun je iets vertellen over het Alzheimer-café? Uh, het woord Alzheimer-café uh, slaat niet uh, op een, uh, een soort cafetaria waar we uh, iets met Alzheimer doen, maar het is de bedoeling dat het een ontmoetingsplek is waar mensen met beginnende dementieproblemen uh, informatie krijgen over hun ziekte. En dat kan zijn informatie over welke medicijnontwikkelingen uh, zijn er of uh, informatie over. Juridische zaken. Hoe regel ik mijn erfenis goed. Of bewindvoering. Ja. Of mentorschap. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te bedienen. En met name mensen met dementie. Beginnende dementie. Die nog zelf goed mee kunnen praten. Over wat hun zorg. Wat ze aan zorg nodig hebben. Natuurlijk zijn we er ook voor de mantelzorgers. En... Op die avonden um, is eigenlijk het vaste patroon. We, we hebben een thema. Daar praten we een half uur over met een ervaringsdeskundige. Ja. En daarna is er een half uur pauze. In de pauze uh, kunnen mensen een gesprek aangaan met mensen uit de zorg. Er is een geriater, er is iemand van de GGZ, er zijn hm. case managers. Ik ben er zelf uh, heel vaak van de afdeling. En mensen kunnen dus aan ons vragen stellen. Daarnaast hebben we een uitgebreide infotheek met boeken en dvd's. Fantastisch. En is er ook een mogelijkheid dat mantelzorgers daarbij zijn en dan met elkaar uh, ervaringen uitwisselen? Ja, dat vinden we ook heel belangrijk. Na de pauze is er weer een moment dat mensen vragen kunnen stellen. En uh, het allermooiste is eigenlijk als die vragen meteen al uit de zaal beantwoord worden. Want. Ja. Ja, dan geef je elkaar een steuntje in de rug. Van ik los dat zo en zo op. Eh, we hebben bijvoorbeeld een keer een, een mevrouw gehad... die had problemen met haar man. Die hield erg van jenever. Maar met zijn dementieprobleem wist hij niet meer wanneer, hoeveel glaasjes hoeveel? hij gedronken nee. had. En toen zei iemand anders in de zaal... nou, ik heb precies uh, geleerd hoe ik dat op moet vangen. Ik zet twee glaasjes voor hem neer. En als ze leeg zijn, dan weet hij dus dat, ik twee, dat hij twee glaasjes heeft gehad. Want als ik ze laat staan, kan hij zien wat er is gebeurd. Als ik ze weghaal, dan is hij het weer kwijt. En dan krijgen we ruzie. En dat is natuurlijk inderdaad een voorbeeld uit de praktijk. En dat is ja. heel goed als je dat met elkaar kunt uitwisselen ja. natuurlijk. Ja, en dat, dat streven we ook naar. Dat mensen inderdaad ja, ja. Uh, daarna een soort van lotgenotencontact hebben. Ja, ja. Nog even blijven nazitten, even met elkaar praten. Uh, ja. En daar op die manier ook een gezellige avond beleven. Ja, en diegenen met beginnende dementie die elkaar ontmoeten, kunnen misschien elkaar ook helpen. Ja, zeker. Ja, dat zal niet bij iedereen het geval nee, zijn, nee, maar je, kan, je kunt er in ieder geval altijd informatie halen. En ook ja. met andere mensen je problemen bespreken. Ja, dat lijkt me eigenlijk heel erg goed. Ik zie het ook vaak in de krant staan: hè? het Alzheimercafé. Ja. Um, wij maken eens in de maand inderdaad daar ook reclame voor. Of nou ja. ja, reclame is het goede woord niet. We proberen mensen erop te attenderen. Dat het er is. Ja, ja. ja. Uh, waar kunnen mensen verder met al hun vragen heen? Want er is natuurlijk heel veel mogelijk. Ja, we, voor de vragen zijn we eigenlijk natuurlijk ook in het café beschikbaar. Dat is iedere tweede maandag van de maand. En daarnaast hebben we een website, zoals tegenwoordig iedereen. Hè? Ja, dat hoort erbij: <tie> ja. Alzheimer-Nederland.nl schuine-dwo. En daar, dan komt u op onze afdelingswebsite, en daar staat alle informatie over wat we doen. Fantastisch. Ik denk dat de luisteraars een hele hoop hier al van opgestoken hebben. En ik geloof dat we al weten wat het programma is voor de komende ja. tijd. Um, we hebben op 9 juli een muziekavond. Dat is dus ter lering en de vermaak. Um, veel mensen vinden het leuk om mee te zingen en daar is de avond dan ook echt voor bedoeld. Het, het wordt geen zware muziekavond, maar ook uh, een beetje meezingen. En uh, tussendoor zijn er uh, vrolijke sketches. Heel dat is op 9 juli in uh, het Alzheimer Café en dat is in de Vleugel, buurtcentrum De Vleugel, achter het winkelcentrum in De Hoven. En op 10 september. Dus een maand, de maand augustus doen we niks, dan hebben we zomerreces, zullen we maar zeggen. Op 10 september gaat de avond over meer dan vergeetachtigheid. Dus iedereen die twijfelt van, is het nou wel of niet iets met dementie, die is van harte welkom om die avond bij ons op bezoek te komen. En als mensen problemen hebben met het vervoer of met... Iemand achterlaten, ja. bijvoorbeeld. Dan kunnen ze contact met ons opnemen. En dan gaan we kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Ik vind het heel erg mooi allemaal. Heel fantastisch dat, dat er vrijwilligers zijn. Dat er mensen zijn zoals u. En uh, ik bedank u heel, heel hartelijk voor al deze woorden die we hebben mogen horen. Ik... En ik bedank u voor het feit dat we uitgenodigd zijn om ons verhaal te mogen vertellen. Heel fijn.